Goedenavond collega's, mijn naam is Martin Bakker. Ik ben werkzaam bij het thema OD en ik mag me bezighouden met incidentbestrijding op het water. Ik ben dagdienstschipper op de blusboot Betouwen die in Tiel ligt en in Tiel ben ik ook een van de groepschefs. Vanavond en ook volgende week gaan we het hebben over scheepvaartincidenten, het optreden bij scheepvaartincidenten. En we hebben de lesstof verdeeld over twee avonden. Waarbij vanavond de doelstelling is jullie mee te nemen in enkele landelijke trends als het gaat om de binnenvaart. Jullie enkele cijfers te laten zien als het gaat om het aantal incidenten op onze vaarwateren. Aan te geven dat de binnenvaart eigenlijk best wel een veilige sector is, maar dat er nog wel het een en ander gebeurt. En samen te kijken naar de, voor ons als brandweer, vier belangrijkste type schepen. Met ieder voor zich hun eigen specifieke kenmerken. Ja, en waarom deze les? Als het nu gaat om incidenten op het water en met name met binnenvaartschepen, kunnen we spreken van een low risk en een high impact. Met andere woorden, het is een relatief veilige sector. Maar als we eenmaal een incident aan boord hebben, bijvoorbeeld brand, dan hebben we wel gelijk te maken met een groot incident. Waarom eigenlijk voor onze hele veiligheidsregio alle posten? Nou, bedenk ook dat we in kleine haventjes, recreatiegebieden, open recreatieplassen, kleine riviertjes zoals de Lingen, dat je daar te maken kunt krijgen met een scheepvaartincident. En zelfs op de wal. Hier een plaatje van de Prins Hendrik in Den Helder op de werf. Daar brak een paar jaar geleden brand aan boord uit. Oorzaak was kortsluiting in de keuken. En het plaatje geeft gelijk al aan wat een enorme vuurlast je hebt op het moment dat zo'n schip in de brand gaat. Landelijke trends. Wat we zien is dat we een enorme toename hebben van het aantal scheepsbewegingen. Alleen al over de Waal 180.000 per jaar. En die 600 kilometer extra asfalt, die door de politiek is aangekondigd, die zullen die files niet op gaan lossen. En daarom is het kabinet ook voorstander van toename van het vervoer van goederen over de vaarwateren. Al die eenheden die je over de Waal en andere rivieren ziet varen, die worden steeds groter, langer en hebben ook steeds meer tonnage. Dus die redes die zoeken echt de grenzen op van wat mogelijk is als het gaat om het varen over die vaarwateren. Wat we ook zien is een enorme groei. En dan tel ik even de periode van de corona niet mee. Maar zeg maar daarvoor en vermoedelijk ook wel weer in de toekomst. Een enorme groei van passagiersschepen, de rivercruiseschepen. En dat wordt met name veroorzaakt door de senioreneconomie. En die sector, dat is echt booming business. We zien ook een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rivieren. Toename van het containervervoer. En wat daarbij nog vermeldenswaardig is dat het best wel moeilijk is voor al die reders en al die schippers om geschikt personeel te vinden. En daardoor ontstaat er een aanzuigende werking op schippers uit het buitenland. En daarmee krijgen we gelijk weer wat problemen. Want volgens de cijfers van Rijkswaterstaat kan vast worden gesteld dat die schippers uit die andere landen minder gekwalificeerd zijn dan de schippers die in Nederland zijn opgeleid. Dat we vaak te maken hebben met een taalprobleem. En ook dat de lokale bekendheid ontbeert. Nou, denk even aan de aanvaring van de stuw in Graven. Dat is daar een mooi voorbeeld van. Het vervoer van gevaarlijke stoffen, bepaalde gevaarlijke stoffen, en het gebruik van alternatieve energievoorzieningen. Nou, bijvoorbeeld schepen die elektrisch varen, maar ook al schepen die op waterstof gaan varen. Dat is ook wel een landelijke trend. Dat wordt een beetje veroorzaakt door de Green Deal. Dat is een deal die de overheid samen met de sector heeft afgesloten om zeg maar die hele sector te verduurzamen. En daardoor zie je allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van alternatieve energievoorzieningen. Alleen wij als hulpverleners hebben die risico's
van het varen op batterijen, het varen op waterstof, varen met bijvoorbeeld LNG nog niet helemaal goed in beeld. En de milieueffecten zijn zichtbaarder. Langere periodes laag water, bijvoorbeeld eind 2018, hebben we toch zeker een maand of 2,5 in een hele laagwaterperiode gezeten. En daardoor ontstaat het risico op aanvaring. Dat wordt daardoor veel groter. Wat we ook zien is een toename van verdrinkingsslachtoffers. En heel vaak met een migratieachtergrond. Dus niet behept met enige kennis van de zwemsport, denken ze dat rivieren, met name de Waal, met al die mooie strandjes, zwemwater is. En wat het feitelijk gewoon helemaal niet is. Dus gevaarlijk om daar te gaan zwemmen. En de aanvaringen met de infrastructuur neemt toe. Nou, als het gaat om de schaalvergroting, hier een mooi plaatje van een schip wat uit China komt met een 18-tal nieuwe schepen die vervolgens naar de werven worden vervoerd om verder afgebouwd te worden. Als je kijkt naar het aantal meldingen in 2019 per veiligheidsregio, en dan gaat het over de vaarwegen van Oost-Nederland, dan zie je dat wij met onze vaarwegen in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid koploper zijn. Verder zie je dat de veiligheidsregio Gelderland-Midden een goede tweede is en de veiligheidsregio IJsland de nummer 3 plek bezet. Maar wij hier in de VGZ zijn een waterrijk gebied met veel rivieren en daardoor hebben wij ook de meeste meldingen. Wat Rijkswaterstaat ook bijhoudt, dat zijn de neermissers. Dus er is een grote database van ongevallen die op de rivier plaatsvinden. Maar daarnaast houden ze ook een database bij van situaties waarbij het net goed is gegaan. En dit filmpje laat eventjes zien een aanvaring, of een bijna aanvaring van een binnenvaartschip met een passagiersschip. Dat het maar gelukkig was dat het net goed ging. Want ja, een iets andere manoeuvreren had ervoor gezorgd dat we daar ook weer een groot incident bij hadden gehad. Maar wat gebeurde er nou precies? Nou, ik heb aan de post gevraagd, kom de post binnenvaren of de sector binnenvaren. Ik heb aan de post gevraagd van jongens, wat gaat dat passagiersschip doen? De post vraagt aan het passagiersschip. Ja, zegt hij, ik ga hier rond, ik ga naar de passagierstijger toe daar. Maar ja, goed, als je dan doorvaande vaart achter je zit en er zo kort, dan moet je normaal wachten voor je met je manoeuvre. En die man die gaat gewoon in één keer radicaal manoeuvreren. Oh, kijk, oh, die leden, jezus. Ja, daar ontwijk ik hem al volle bak, want er staat gewoon 1300 pk te draaien hiernaast, om te ontwijken. Kijk, een deuk in het schip maakt mij echt niks uit. Maar wat wel uitmaakt, dat je gewoon heel veel mensenlevens in gevaar brengt. Ja. Op een gegeven moment hoor ik wat krachttermen. Was de woede zo erg? Ja, het is een emotioneel moment. Je hebt een eigen bedrijf, je ziet dat er schade gaat komen waarschijnlijk. Ja, ik heb mijn dochter bij me staan die ook behoorlijk gemondig is, zeg maar. Ja, dat is gewoon iets emotioneels. Ja. Ik bedoel, tot slot steekt die man zijn middelvinger naar ons op. Nou, hij mag van geluk spreken dat ik niet opzij kon. Ja. Weet je nog ongeveer welke krachttermen er gebruikt zijn? Ja, behoorlijke krachttermen, ja. Zijn ze voor herhaling vatbaar of moeten we het filmpje maar pakken? Kijk het filmpje maar, dat vind ik meer dan genoeg. Dit plaatje laat goed zien dat wij met onze veiligheidsregio grenzen aan nogal wat andere veiligheidsregio's. Dus onze rivieren, de Lek, de Nederrijn, de Maas, zijn ook de grenzen tussen de VGZ en andere veiligheidsregio's. We hadden het net over een getal van 179 incidenten in de VGZ. Maar het is maar net waar die melding binnenkomt. Als de Maas bijvoorbeeld de grens is tussen de veiligheidsregio Brabant en de VGZ, dan is het maar net waar uiteindelijk een melding van een incident op die rivier terechtkomt. Is dat in Brabant of komt die bij ons binnen? Dus dat getal op onze rivieren en kanalen kan best wel veel hoger zijn dan die 179. Hier zien we het aantal meldingen in 2019 per vaarweg van onze eigen veiligheidsregio. En dan zie je dat de Waal nogal prominent op kop gaat van 179 meldingen
vinden de 165 plaatsen op de Waal. En voor de rest zie je op het plaatje nog wel zeg maar de andere wateren waar wat ongevallen gebeuren. Maar het valt bijna in het niet met de incidenten die wij op de Waal hebben. Als we nog een klein beetje inzoomen op die cijfers, dan kunnen we vaststellen dat 50% van alle meldingen op de vaarwegen in Gelderland, dus niet alleen de VGZ, maar ook Gelderland Midden en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, dat zijn er in totaal 375. En 50% daarvan die vinden dus plaats op de Waal. En van die 50% zijn er 30 meldingen in het bruggengebied bij Nijmegen en 29 meldingen in de bochten van Gent tot Lent, dus vanaf Nijmegen richting Duitsland. Wat we ook zien is dat we in de zomermaanden meer meldingen hebben. Bij de opsomming van het type meldingen zien we dat zeg maar persoon vermist, overboord gevallen bijvoorbeeld, veel hoger scoort dan bijvoorbeeld brand aan boord. Daarom heten onze blusboten ook eigenlijk geen blusboten meer, maar noemen we ze eigenlijk al een paar jaar hulpverleningsvaartuigen. Dus dat, de kans dat een blusboot wordt uitgerukt voor een brand is, nou, dat is niet de dagdagelijkse gang van zaken, maar we worden wel heel veel gealarmeerd voor personen te water. En die personen die te water raken, daarvoor zien we vaak dat ze toch wel een migratieachtergrond hebben. Nou, wees gerust, dit ga ik niet allemaal één voor één met jullie doornemen. Maar het geeft een beetje aan waar een schipper, schuine streep reder, allemaal mee te maken krijgt om uiteindelijk met een schip over de rivieren te mogen varen. Gigantisch veel wetgeving, regelgeving om uiteindelijk een veilige vaart te kunnen garanderen. Regels. Natuurlijk zijn de regels op de rivier, maar ze zijn toch wel anders dan de regels op de weg. Deze situatie bijvoorbeeld is op de weg goed geregeld, staat ook in de wet, verkeer van rechts heeft voorrang. Maar als je deze situatie ziet, dan wordt het op de weg ook eigenlijk een situatie waarbij we best wel moeilijk nu kunnen bepalen welke auto voorrang heeft. En heel vaak wordt deze situatie opgelost met het opsteken van een hand, zo in de trant van kom maar door, of een lichtseintje te geven. Maar zonder dat we dit in de wet hebben verankerd, wordt het vaak onderling op zo'n kruising opgelost. En wat nu eigenlijk een uitzondering is op de weg, is op het water vaak de regel. Vaak worden al die situaties gewoon via de marifoon tussen schippers onderling wordt dat opgelost. En daarom is het belangrijk dat die schippers varen. Natuurlijk met gebruik van gezond verstand, dat ze de nodige kennis hebben, de nodige inzicht van het water, bekendheid hebben. Dat ze kunnen gevaarlijk zijn, dat ze kunnen anticiperen op situaties. Oftewel, het gebruik van ogen, oren en verstand op het water. De menselijke factor. Ja, dat hebben we op de weg en dat hebben we natuurlijk ook op het water. En vastgesteld kan worden dat 80% van de ongevallen die op het water plaatsvinden, worden veroorzaakt door een menselijke fout. Maar ook, na duizenden jaren ontwerpen, het bouwen van schepen, we hebben daar een ongelofelijke ervaring mee, al vanuit de 17e eeuw, is die technologie kennelijk nog zo zwak dat 1 op de 5 ongevallen toch te maken heeft met technisch falen. Ja, met dit soort situaties is het dan de vraag van, is dit nou technisch falen? Of was het gewoon een dommigheidje? Deze situatie op het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Nou, deze verklap ik vast. Dit was menselijk falen. Schipper was in slaap gevallen. En was uiteindelijk tegen de woning aangekomen. Bij dit plaatje zie je ook gelijk hoe gigantisch groot die schepen zijn ten opzichte van een in dit geval vakantiebungalow. Ook hier bij de Waalbrug in Nijmegen. Ja, de vraag was het nou links of rechts langs die pijlen. Het gebeurde vroeger al met de oude blusboot. En het gebeurt nog steeds dat jachten die vanuit Duitsland richting Nijmegen varen, bij het naderen van de Waalbrug denken, nou,
die pijler, daar kan ik ook wel rechtsomheen. Alleen dat kan niet, omdat daar weinig water staat en ze uiteindelijk op de keien vastlopen. En dan worden wij gealarmeerd. Ja, het ken het. Dat is Fries voor dat het niet kan. Of het ken niet. Dit filmpje laat ook weer zien het belang van het kennen van je vaarwater en met name ook de waterstanden die op de verschillende waterwegen plaatsvinden. Daar zul je jezelf goed over moeten informeren voordat je met een schip, en of het nou een jacht is of een binnenvaartschip, op het water gaat begeven. We zullen al hieronder gaan doorgegaan zijn. Oh. Oh. Oh man. Ah. Oh. Ik zag hem niet aankomen. De dode hoek van een schip. Dit plaatje laat dat heel mooi zien. Die dode hoek, die kan wel oplopen tot wel 350 meter. Dan heb je dus gewoon te maken met 3 voetbalvelden. En in het rode gebied, duimpje zie je al naar beneden staan, zou je eigenlijk als plezierjacht jezelf niet moeten begeven, want die schipper die ziet je dan op dat moment niet. Die schepen daar links en rechts varen op de goede manier en dat schip helemaal voor, dat jacht dat helemaal voor dat schip vaart. Ja, daar staat een uitroepteken bij, ook met de situatie van ja, wat gaat dat jacht doen? Heeft hij dat binnen van het schip al in de gaten? Nou, dit is een grensgevalletje. Dit is een periode van hoogwater, dat zie je wel aan het water ten opzichte van de brug. Ja, en dit plaatje laat met name ook zien dat het heel belangrijk is voor die schippers om die waterstanden enorm goed in de gaten te houden. Kortom, menselijk falen of technisch falen. Het is een veilige sector, maar dat wil nog niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt. Daar geven deze plaatjes wel blijk van. We gaan eens kijken naar de verschillende scheepstypes. Daar zie je hier een lijstje van. En ik heb geel gemaakt de schepen waar we als brandweer het meest mee te maken hebben. En andersom de type schepen waar we de meeste aandacht aan zouden moeten schenken. En ik neem ze één voor één eventjes met jullie door. Hier wat plaatjes van de diverse type schepen. We beginnen met passagiersschepen. Nou, wat ik al eerder heb gezegd, op dit moment is het booming business. Veroorzaakt door die senioreneconomie. Heel veel mensen, en zeker ook uit het buitenland, heel veel Amerikanen, vinden het prachtig om een week met zo'n schip een reisje langs de Rijn te gaan maken. En ze kruisen Nederland dan ook massaal. Mensen die wat ouder zijn, veelal, nogmaals, die senioreneconomie, en dan op schepen die zo maximaal en 200 mensen kunnen bergen. Drijvende hotels eigenlijk. Nou, wees gerust, dit plaatje of dit schip gaan wij in Nederland niet tegenkomen. Maar het geeft wel aan dat reders, eigenaren, wel de grenzen van wat mogelijk is aan het opzoeken zijn als het gaat om de lengte en de breedte van dit soort schepen. En omdat het zo'n populaire sector is, ja, krijg je dus dit soort schepen ook op de rivieren. Het aantal passagiers is hetzelfde als het schip wat we net zagen. Alleen de hutten zijn enorm luxe, groot. En wat men heeft gemerkt is dat met name bij het boeken van schepen, met name de luxere hutten het snelst zeg maar, bezet zijn. En dan praat je toch gauw over prijzen tussen de 5.000 en 10.000 euro per week. En daar is markt voor. En daarom worden ook dit soort schepen worden gebouwd. En dat kan natuurlijk ook mis. Op 20 maart 2019, net in de week dat we met heel veel korpsen en blusboten een grote oefening op passagiersschepen hadden in Nijmegen, kwam het Zwitserse passagiersschip de Edelweiss in aanvaring met een vrachtschip, de Forenzo. En dat schip was volgeladen met auto's. Nou, in eerste instantie brak er brand uit op de Edelweiss. En moesten de 160 passagiers geëvacueerd worden. Ja, en toevallig hadden we net 2 blusboten in Nijmegen liggen voor die grote oefening. En midden in de nacht hebben de collega's met de 2 blusboten
en met de schepen van Rijkswaterstaat al die mensen geëvacueerd. Dit is een foto van binnenuit de Edelweiss en je ziet dat er een heel stuk uit de zij ontbreekt. En als jij je nou afvraagt waar zit dat? Nou, dat zit hier op de kop van het schip waarmee de Edelweiss in aanvaring kwam, de Forenzo. Dat rechte plaatje dat geeft aan wat het gevolg is van de impact van zo'n botsing tussen twee schepen. Passagiersschepen, ja, het zijn eigenlijk, wat ik net al zei, drijvende hotels. En deze plaatjes geven dat ook goed weer. Ze zijn enorm luxe. Hebben alles aan boord, restaurants, soms wel zwembaden, sauna's en noem het allemaal maar op. Aandachtspunten bij passagiersschepen. Houd dus rekening met veel passagiers. Je zult er een opvang voor moeten bedenken, zeker in de wintermaanden. Hou rekening met veel verminderde zelfredzame mensen, zeker bij hospitaalschepen, zoals dat schip rechtsboven, de Zonnebloem. Hou rekening met het feit dat ontruimen moeilijk kan zijn. We hebben vaak te maken met hoge kaders. Of misschien is het schip nog wel varend of is ergens voor anker gegaan. Hou rekening met het feit dat evacuatie van al die mensen, zeker omdat het de senioreconomie is, het zijn vaak de wat oudere mensen, dat het evacueren van die mensen gewoon heel veel tijd kost. Denk dus snel aan opschalen. Zoek contact met andere schepen die mogelijk kunnen assisteren met ontruimen. En bij partyschepen, bijvoorbeeld de pannenkoekboot in Nijmegen of andere schepen, hou daar rekening mee dat er vaak parties worden gegeven, bruiloften en dergelijke. En dat er dan ook sprake is van veel alcoholgebruik. En daarom ook belangrijk om de onderkoeling en de zelfredzaamheid in de gaten te houden. Aandachtspunten bij brand op een passagiersschip. We kunnen in ieder geval wel stellen dat we, als we brand hebben aan boord van een passagiersschip, dat we te maken gaan krijgen met een hoge vuurlast, veel rookontwikkeling, kans op branddoorslag, te maken met beperkte toegangsmogelijkheden. En daarom gebruik ook de bemanning van die passagiersschepen. Dat staat hierbij bescheiden opstellen. Dus de tip is eigenlijk om niet gelijk na een korte verkenning met je ploeg uiteindelijk naar binnen te gaan en proberen de brand te blussen, maar de schipper op te zoeken en aan hem te vragen waar we uiteindelijk als brandweer de schipper mee kunnen helpen. Want het zou best wel kunnen zijn dat die schipper zelf al een reddingsactie in heeft gezet of een blusactie, of zijn eigen personeel al zeg maar, op verkenning heeft gestuurd. Dus raadpleeg die schipper. Die bemanning, die is ook ademlucht gecertificeerd. Ze kennen het schip als geen ander. Dus als het gaat om verkennen, zou de tip zijn om samen met de bemanning een verkenning uit te voeren, in plaats van dat je alleen in een voor ons onbekende omgeving op zoek gaat. En hou ook rekening met een complexe indeling. Dit plaatje geeft het al aan. Dit is het veiligheidsplan van de William Shakespeare, een passagiersschip. Nou, hier zie je al dat het een complexe indeling betreft. Kleine hutten, smalle gangen, smalle trappen, meerdere deklagen. Best wel een omgeving waar wij, als we er eenmaal aan boord zijn, ja, dat er toch sprake is van een bepaalde onbekendheid. Zover voor de passagiersschepen. We kijken nu eventjes naar de tankers in de binnenvaart. En hoewel we ook dit schip niet op de Waal tegen zullen gaan komen, is het plaatje er wel bijgevoegd om even aan te geven dat ook hier reders op zoek gaan naar de grenzen van wat mogelijk is om uiteindelijk over onze binnenwateren te varen. Dit is de Vinotra, een schip van 135 meter lang, maar wel 22 meter 80 breed. Dit is een bunkerschip, dus hij bunkert zeeschepen, vaart in het ARA-gebied, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. En nogmaals bunkert grote zeeschepen. Nou, het kan nog groter. Dit is de Vorstenbos. En je ziet hier de maten van het schip staan, 147 meter lang. Daarmee het grootste binnenvaartschip ter wereld.
enkelvarend. Zelfde breedte, 22,80 meter. En een laadvermogen van 13.000 ton. Ook dit is een bunkerboot. Ook dit schip bunkert zeeschepen. Als die geladen is, dan heeft hij een diepgang van 6,38 meter. En een motorvermogen van meer dan 6.000 pk. Hier ligt hij in de Volkerak-sluis, een van de grootste sluizen van Nederland. En ja, en dit schip heeft bij het invaren toch wel wat uitdagingen. Want als hij geladen is, dan zie je wel dat hij aan weerskanten van de sluis bijna geen ruimte meer heeft. Hij steekt 6,38 meter, dus ook onder het schip is niet meer zoveel ruimte. Aan de voorzijde staan de deuren dicht. Dus wat dit schip doet, is dat hij tegen een enorme waterkolom aanvaart. Eigenlijk gaat duwen. En dan ontstaat er onder dat schip een gigantische retourstroom. Dus je moet er ook niet met een jachtje achter gaan varen. En dan duwt hij als het ware tegen die waterkolom en zo, met beperkt vermogen, dringt hij zijn eigen in de sluis. Dat duurt best wel lang voordat dit schip, als het geladen is, uiteindelijk helemaal in de kolk ligt. De type tankers die wij kennen binnen de binnenvaart, dat zijn de NC en de G-tankers, waarbij de N-tanker een normaal enkelwandig schip is, met tanks aan weerszijden van het schip, enkelwandig alleen. Hierbij moet wel gezegd worden dat het eigenlijk een uitstervend ras is. Dus steeds minder bedrijven, gemeentes, overheden gaan zeggen dat ze die schepen eigenlijk niet meer voor de kant willen hebben, vanwege het feit dat die ladingstanks en zeg maar aan de buitenzijde gescheiden worden door één enkele wand. Dus mochten ze aangevaren worden of mochten ze ergens tegenaan varen, heb je gelijk een kans op uitstroom van zeg maar veelal de brandstoffen die ze vervoeren. Type C, chemicaliën, dat zijn dubbelwandige schepen. En de C-tankers, die zijn ook dubbelwandig, maar hebben dan ook nog eens vaak losse ronde tanks. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat drie dubbelwandige schepen zijn. Nou, welke hulpmiddelen hebben we bij incidentbestrijding als het gaat om de tankers? Nou, ten eerste hebben we een kofferdam die tussen de ladingtanks en de opbouw zit. Daar kom ik zo nog even op terug. Bij de type C-tankers heb je sprinklerinstallaties aan dek. En ook bij de type C de blusgasinstallaties in de machinekamers. Daar moet ik wel van zeggen dat de meeste schepen blusgasinstallaties aan boord hebben. Brandbluspompen voor aan dek, ook voor de type C. En een van de hulpmiddelen is natuurlijk ook de ladingpapieren en de eigenschappen van het product wat die vervoert in de stuurhut te vinden. Nou, hier links zie je zo'n mooi plaatje van zo'n kofferdam. Het is eigenlijk dus een scheiding tussen het laadruim of de tank van de naastgelegen ruimtes, veelal de machinekamer. En rechts zie je een plaatje van waar die dan op dat moment, of waar zeg maar zo'n kofferdam gesitueerd is. Voor wat betreft die kofferdam is het wel belangrijk om het volzetten, wat op verschillende manieren kan. Het kan vanuit de stuurhut kan het met een pomp kan het volgezet worden, van boven of van onderaf. We kunnen er zelf een slang in hangen. Maar in ieder geval is het wel raadzaam om dit altijd in overleg met de schipper te doen. Zeker als je dit gaat doen op het moment dat je misschien nog wel een brandje hebt, wat een container is die bijvoorbeeld in de machinekamer staat of wat dan ook, maar nog een relatief kleine brand. Zo'n schip vervoert chemicaliën of zou chemicaliën kunnen vervoeren. Ja, die tonnenprijs is gigantisch, dan heb je het echt over een paar honderdduizend euro tot zelfs wel enkele miljoenen. En op het moment dat je daar een koude kolom water tegenaan zet, dan zou een deel van die lading verloren kunnen gaan, met als gevolg dat je een enorme kostenpost hebt. Ze moeten leeg blijven, en dat is ook meestal zo, maar soms wordt er ook nog wel eens wat ingezet. Dus ook om die reden is het verstandig om zeg maar, het volzetten van zo'n kofferdam altijd in overleg met de schipper te doen. Eigenlijk kun je zeggen dat alles wat je aan boord van die schepen doet, dat je dat in overleg moet doen met de schipper. Rechts op het plaatje zie je ook nog mooi een sprinklerinstallatie van het schip in werking. Nou, de herkenbaarheid van gevaarlijke stoffen. Overdag wordt dat aangeduid met blauwe kegels met de punt naar beneden.
waarbij één kegel de brandblare vloeistoffen zijn, twee kegels voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, dus de chemie, en met drie kegels de ontplofbare stoffen. En 's nachts wordt dat vervangen door 1, 2 of 3 blauwe rondom schijnende lichten. Kijken we nu eventjes naar de binnenvaartcontainerschepen. Nou, dit plaatje is genomen vanuit de stuurhut van de Missouri. Dat is het grootste container binnenvaartschip wat wij in Nederland kennen. Meer dan 500 containers. Hier vaart hij onder de stuur bij Driel, bij Arnhem. En dit plaatje geeft ook gelijk heel mooi die dode hoek aan, waar we eerder over spraken. Aandachtspunten bij containerschepen. Het eerste en het belangrijkste punt, stabiliteit. Als we hier veel water gaan gebruiken, dan moet je al heel vroeg gaan denken aan extra pompcapaciteit, omdat uiteindelijk anders de stabiliteit van het schip in gevaar komt. Waar je ook rekening mee moet houden is de houten onderkant van containers. De meeste hebben dat nog, waardoor die brand best moeilijk te stoppen is. Bedenk dat je ook niet tussen die containers kunt lopen aan boord van zo'n schip. Brandwerendheid van een container, minder dan 10 minuten. En hou ook rekening met het feit dat we ook containerschepen tegen kunnen komen met gevaarlijke stoffen, waarbij we geen aanduiding met een UN-nummer of een GEFI-nummer hebben. Bijvoorbeeld een container met gasaanstekers. Sommige containerschepen vervoeren ook reefers aan boord. Dat zijn koelcontainers. En daardoor heb je een wat grotere kans op brand, bijvoorbeeld door het defect van een koelmotor. Sommige van dit soort containerschepen hebben een eigen stroomvoorziening, eigen voorziening om uiteindelijk die reefers te kunnen voeden. Nou, hou dan ook met brand en met het gebruik van water rekening met krachtstroom. Hoogspanning, moet ik eigenlijk zeggen. Ook hier weer, als je gaat blussen, eerst in de stuurhut, overleg met de schipper. Kijk wat voor containers er aan boord zijn en pas afblussen op het moment dat de inhoud bekend is. En dat stuurplan, dat is het plan wat de schipper heeft, digitaal of op papier, in de stuurhut, geeft precies aan waar welke container staat en wat de risico's daarvan zijn, de inhoud en mogelijk gevaarlijke stoffen. En hou ook rekening met het feit dat binnenvaartschepen containers vervoeren die niet gestekt zijn met twistlocks, zoals je dat bijvoorbeeld op een vrachtwagen kent. En dat heeft te maken met het feit dat ze best wel veel later losplekken hebben. Ja, en ze varen niet over zee, dus de golfslag is miniem. Dus veel schepen varen uiteindelijk met containers zonder dat ze gestekt zijn. Ik heb hier een filmpje van een containerschip waarbij je ziet dat de containers inderdaad niet gestekt zijn en dat er een paar van afvallen. Dat stuurplan, nou, dat ziet er ongeveer zo uit. Het komt natuurlijk in allerlei vormen, nogmaals op papier, meestal digitaal. Hier hebben we de containers aan boord van het schip. Daarin kun je mooi zien waar welke container staat. Ja, en als we uiteindelijk dan zo'n container van boord af willen hebben, dan hebben we nogal een uitdaging. Want dat kan natuurlijk niet op alle plekken. We hebben nou helemaal niet langs al onze vaarwateren dit soort terminals waarbij kranen containers van boord af kunnen krijgen. Je zult dus slim moeten zijn. Nou, de laatste categorie, pleziervaart. En als je aan pleziervaart denkt, dan denk je eigenlijk gelijk aan gas aan boord. De meeste jachten hebben nog helemaal geen generator voor een stukje stroomvoorziening of voor kachels en dergelijke. Dus het koken en het douchen, als er al een douche aan boord is, wordt vaak op gas gedaan. Dus alle branden die we aan boord van die pleziervaart hebben, wordt veelal veroorzaakt door ofwel een inferieure technische installatie, elektrische installaties, dan wel door het gebruik van gas. Slangetjes die al ver uit de keur zijn,
niet goed aangekoppeld zijn, dat soort zaken. Dus zo heb je een jacht en zo is hij weer weg. Nou, wat hebben we vandaag behandeld? Ik heb jullie meegenomen in wat landelijke trends als het gaat om de binnenvaart. We hebben wat cijfers gezien als het gaat om het aantal incidenten op onze vaarwateren, onze vaarwegen. We hebben geconstateerd dat het eigenlijk een best veilige sector is, maar dat er nog wel het een en ander gebeurt wat onze aandacht verdient. En we hebben gekeken naar de vier belangrijkste type schepen met ieder voor zich hun eigen specifieke kenmerken. Volgende week, het tweede deel, dan gaan we nader in over hoe pakken we het aan. Met name in dit geval brand aan boord van een passagiersschip. We kijken even naar de veiligheidsvoorzieningen aan boord van schepen. De specifieke gevaren aan boord van schepen. En we kijken ook eventjes naar de toekomst, de alternatieve energievoorzieningen van binnenvaartschepen. Tot volgende week.